In deze video een review en de uitleg over Bitcoin Meester. Hoi, ik ben Elke van Online Vibes. De meeste van mijn crypto's koop ik bij Bitfavo, maar er was een munt die ik wilde aanschaffen en die hadden ze voorlopig nog niet bij Bitfavo. Dus ik heb nu daarvoor een account voor aangemaakt bij Bitcoin Meester. En ik dacht, laat ik het meteen ook filmen, zodat ik het kan tonen. En dat zie je straks verderop in de video. Nu, Bitcoin Meester is een Nederlandse cryptobroker en dat maakt het weer heel handig, want het systeem is volledig in het Nederlands. Ook de klantensupport kan je uiteraard dan ook in het Nederlands bereiken, dus dat is wel heel handig. Een account aanmaken is heel makkelijk. Je moet wel enkele stapjes doorlopen om alles te verifiëren. Daar heb ik een andere video over gemaakt. En zodra jouw account actief is, kan je beginnen met euro's op het platform te zetten. En dat kan makkelijk via iDeal of bankcontact. Kan ook via overschrijving en dan moet je zelfs niet enkele dagen voor wachten. Het geld komt er onmiddellijk op te staan en je kan onmiddellijk beginnen handelen. Het kopen van zo'n cryptomunt kan al vanaf 5 euro, dus als je gewoon eens wil uittesten hoe crypto allemaal werkt, dan kan dat vanaf een heel laag bedrag al, kan je gewoon 5 euro op je account zetten en kan je daar bijvoorbeeld Bitcoin of een andere munt mee kopen. De cryptomunten die je gekocht hebt, komen op je eigen wallet binnen Bitcoin Meester te staan. Je hoeft dus niet per se een hardware wallet te hebben, die hoef je niet aan te sluiten. Dus je kan het gewoon kopen op het platform. Ja, gaat het natuurlijk om heel veel geld, kan je best die doorstorten naar je eigen hardware wallet, zodat het wat veiliger staat. Maar dat is niet per se nodig om te starten met het kopen van je crypto's. De transactiekosten, dat is ook wel een belangrijke natuurlijk om te weten, die zijn maximum 1% op hetgeen wat je koopt. En die zitten in de prijs van de munt verrekend. Dus daarom kan er alles verwarring ontstaan tussen de koopprijs en de verkoopprijs, dat die zo uit elkaar liggen, omdat die prijzen van die handelskosten daar ook in verwerkt zitten. Bij andere platforms dan koop je een munt en dan komen daar bij de handelskosten. Bij dit zitten handelskosten al in de prijs inbegrepen. Dus het maximum is 1%, maar dat percentage kan zakken als je voor meer verhandelt. Verhandel je voor meer dan 500 euro in 30 dagen, dan zakt het naar 90%. En zo zakt het steeds wat meer en meer en meer, tot het minste is 0,10%. En dat is als je voor meer dan 1 miljoen per 30 dagen handelt. Maar je ziet al, vanaf 500 begint het al wat te zakken. Maar uiteraard is dat nog meer qua kosten dan bij een exchange. Die kunnen wat lager in kosten zitten, zoals bijvoorbeeld een Bitfavo of een Binance. Bitcoin Meester heeft ook een app, zowel voor Android als voor iOS. Ik zal daar even een aparte video over maken, dat is misschien wat handiger om te volgen dan. Wat nog kan bij Bitcoin Meester is staking. Je kan staking opzetten per munt. En je hoeft niet alle munten die je in je bezit hebt te gaan steken. Je kan er een deel uitpakken en daarmee steken. Dagelijks gebeurt daarvan de uitbetaling. Dus om je stakingvergoeding te krijgen, moet je je munten 24 uur laten vaststaan en daar dan niet mee gaan handelen. Genoeg gepraat, ik ga het je allemaal laten zien op het scherm. Dan is het wat duidelijker. Dus kijk maar mee. Ik ben ingelogd op Bitcoin Meester. Ik ga nu hierop mijn eerste euro's zetten en daar crypto's mee kopen. Ik ga hier naar portefeuille en je ziet dat er geen credits zijn, dat mijn wekelijkse limiet nog 100% is, wat de VIP-status is. Hoe hoger jouw VIP-status, dat is als je meer handelt, hoe meer korting je krijgt op de handelskosten. Hier kan je direct gaan omwisselen. En hier zie je alle beschikbare munten bij Bitcoin Meester. En je ziet het, het zijn er een hele, hele boel. Je kan een munt kopen, verkopen. Uiteraard, als je er hebt, die zijn er nu niet. Je kan ze versturen of je kan ze storten. Stel, ik wil Bitcoin storten naar Bitcoin Meester. Dan klik ik hier op storten. En dan zie je hier een walletadres waarnaar je de Bitcoins kan versturen. Als je wil kopen, dan klik je hier op kopen. En dan zie je hier dat je... Ja, hier kan je nog eens... Als je verkeerde munt gekozen hebt, kan je een andere munt kiezen. Kan je zeggen hoeveel je er wil aanschaffen. Hier staat een beetje uitleg.
En hier staat de grafiek. Stel, ik wil voor 20 euro aan bitcoins kopen, dan ja, zou ik zoveel bitcoins gaan krijgen. En hier staat, ik heb nog niks beschikbaar. Als ik nu op kopen klik, dan staat hier dat het saldo ontoereikbaar is. Dus je moet eerst er euro's opzetten en van die euro's kan je vervolgens een cryptomunt naar keuze kopen. Je kan hier op aanvullen klikken en dan kan je hier via Ideal, Bankcontact, SEPA, GiroPay of Sofort kan je dan geld op je Bitcoin meesterrekening zetten om crypto's mee te kopen. Nederlanders hebben geluk. Ideal is geen kosten bijgemoet. Bankcontact, jammer genoeg wel, 1,1%. SEPA is ook gratis. Het nadeel bij SEPA is wel dat het ietsjes langer duurt voor het geld op de rekening staat. En hier zijn 2% kosten bij. Ook als je op mijn account zit en dan hier in je portefeuille, kan je hier op storten klikken en dan krijg je hetzelfde scherm. Dus nu kan je geld gaan storten. Als ik hier voor SEPA kies, dan zie je dat je het handmatig moet gaan overboeken. Nu, via Ideal en Bankcontact, dat is wat makkelijker, want dan kan je het onmiddellijk in orde brengen. En hier moet je het ja, zelf naar je app van je bank en dan ga je de rekeningnummer en de namenstelling en de BIC-code en de omschrijving gaan invullen. Het minimum om te storten is 10 euro, dus al vanaf 10 euro kan je eigenlijk aan de slag om je crypto's te gaan kopen. Voor je nu op Ideal of Bankcontact gaat klikken, dan kies je hier eerst het bedrag dat je wil gaan storten. Want als je hierop klikt, wordt er automatisch dat bedrag gekozen en dan kan je het niet gaan aanpassen hier bij Bankcontact. Dus hier kies je dan eerst het juiste bedrag dat je erop wil zetten. En dan kan je, stel je wil 50 euro, kan je hier op Bankcontact klikken en dan kan je dit bedrag doorsturen naar Bitcoinmeester via Bankcontact. Ik heb net een handmatige overboeking gedaan. Ik ben naar mijn bankapp geweest. Ik heb al deze gegevens ingevuld. En ik heb voor 30 euro overgeschreven naar Bitcoinmeester. En nu is het eventjes wachten tot dit qua credits hier in mijn account komt te staan. Wil je onmiddellijk aan de slag, dan kan je ook Bankcontact kiezen. Betaal je wel wat transactiekosten op. En voor Nederland, ja, dan is sowieso het makkelijkst om Ideal te gebruiken. Als het geld erop staat, dan kijken we verder naar de volgende stap. Ondanks dat ik voor overschrijving gekozen had, staat het geld er toch meteen op en kan ik dezelfde dag nog iets gaan kopen van crypto en moet ik niet nog een dag of twee dagen wachten. Dus dat is al lekker handig. Het geld staat hier op. Je ziet het hier staan bij de Bitcoinmeester credits. Als ik nu het geld wil opnemen, dan moet ik eerst hier een rekeningnummer gaan toevoegen, zodat het ja, daar terug opgestort wordt. Ook wel handig om op voorhand even te weten dat, dat je het geld toch makkelijk kan opnemen. Dus dat gaan we even bekijken. Als je hier op mijn account klikt en dan uw gegevens, dan kom je op dezezelfde pagina terecht. En hier kan je dus je wachtwoord gaan wijzigen, maar kan je ook je bankrekening gaan toevoegen. Ik klik op rekening toevoegen en hier kan ik nu mijn IBAN-nummer invullen. Ik klik op rekening toevoegen. Ik krijg hier een melding dat het IBAN-nummer is toegevoegd en dat ik de Ideal-betaling kan starten. Ja, dit is dus voor Nederlanders, niet voor België, want dan gaat Ideal niet. Even kijken of ik het op een andere manier kan fixen. Hier staat nog bij ongeverifieerd. Ik klik hierop. Om nu het bankrekeningnummer te verifiëren, moet ik 10 cent overmaken naar het rekeningnummer. Rekeningnummer en de namenstelling en omschrijving staat erbij. Dat is wel jammer dat dat niet automatisch gaat, omdat ik toch net die 30 euro al heb overgeschreven. Dus eigenlijk heb ik al een overschrijving gedaan. Dus ja, nu moet ik het nog eens doen, 10 cent. En dat ga ik nu eventjes fixen. Ik ben naar mijn bankrekening geweest en ik heb die 10 cent overgeschreven. Ik veronderstel dat ik nu wel nog eventjes moet wachten tot het hier geverifieerd wordt. Dus dat is iets wat je best in het begin al kan instellen, zodat je toch wel zeker bent dat het geld dat erop staat, dat je dat terug kan oppakken. Dan hebben we de portefeuille. Voor het voorbeeld kan ik gewoon Bitcoin nemen, maar ik ga hier een crypto nemen die ik niet bij Bitfavo, waar ik meestal koop, kan nemen.
Dus dan heb ik die ook. Dus daar ga ik eentje zoeken. Ik ga hier voor deze. Dit is helemaal geen koopadvies of zo. Ik neem die omdat die niet in Bitfavel staat. Maar je kan Bitcoin of een andere munt die jij wil aanschaffen. Er zijn er genoeg. Die kan je kiezen en dan klik je hier op kopen. En ik heb er 30 euro op staan. Dat staat hier ook bij dat hier nog 30 euro beschikbaar is. Dus ik ga hier 30 euro invullen. En daar krijg ik dan 0,736840005 Luna voor in de plaats. Wat ik, voor ik hier even op kopen klik, wat ik wel heel tof vind, is dat hier wat knopjes bij staan. En hier kan ik meteen naar de website van de desbetreffende munt. Ik kan naar een website, ik kan onmiddellijk de whitepaper gaan checken, de Twitter, Telegram, GitHub en de blog. Dat is heel handig als je je onderzoek gaat doen, dat je toch die social media kanalen even bekijkt, dat je ook de whitepaper gaat doorlezen om te kijken of het een goede munt is, met goede potentie, met een goed team, dat alles goed werkt. Dus dat kan je hier allemaal rechtstreeks vinden, dan moet je niet gaan zoeken. Dus dat vind ik wel handig aan dit platform. En ik heb dus 30 ingegeven en dan ga ik op kopen klikken. Nu zie je dat mijn credits weg zijn. Als ik nog nieuwe munten wil kopen, dan zal ik extra geld moeten gaan storten. Maar die is nu toegevoegd en ja, die komt niet bovenaan te staan precies. Maar die staat hier ergens nog tussen. Je ziet nu dat dit aantal erbij is gekomen. Dat dit het bedrag is. En hier zie je het iets beter. De portefeuillewaarde is zoveel, maar de verkoopwaarde die is wel wat minder. Dus dat is ook iets wat ik wel eens las bij de reviews van anderen. Dat er zo'n groot verschil zit tussen de portfoliowaarde en de verkoopwaarde. Dat komt ook omdat dit geen exchange is, maar een broker. En ja, hier staan dan die waardes. Als ik nu zou verkopen, ja, dan heb ik al meteen verlies. Dat ga ik niet doen. Ga ik gewoon houden. Waarschijnlijk voor enkele jaren. Dus dat blijft daar mooi op staan. Hier kan je het ook gaan omwisselen. Je ziet hier dat hier Luna staat. Ik kan hier zelf een bedrag ingeven. Ik kan ook op maximum klikken en dan komen automatisch deze munt hier te staan. En kan je het omzetten naar een andere munt. Dus je hoeft die niet eerst om te zetten terug naar euro's om van die euro's terug een andere munt te kopen. Je kan wel het omzetten van de ene munt naar de andere munt. Dus stel, ik wil daar toch Bitcoin van, dan kies ik hier voor BTC. En dan zie je zoveel Bitcoin zal ik daarvoor krijgen. En dan kan ik het omwisselen. Dus bij de munten die je gekocht hebt, ja, je kan hierbij kopen. Je kan ze verkopen. Dus dan klik je hierop. En dan heb je net hetzelfde als daarnet. Hier kan je... ik heb op verkopen geklikt, maar ik moet hier nog eens op verkopen klikken. En dan kan ik Luna gaan verkopen, zodat er terug euro's op de credits staan. Ik kan hier klikken op maximum. Dit bedrag in euro's zal er dan op mijn rekening komen te staan. En dan kan je hier op verkopen klikken. Wil je nu terug naar het overzichtje, dan kan je hier op mijn account terugklikken en dan krijg je hier terug, als je bij portefeuille zit, krijg je terug het overzicht van alle munten. Nu heb je enkele munten en wil je niet de hele tijd zoals ik net zitten zoeken naar de juiste munt, dan kan je ook dit icoontje, dit vinkje hier aanvinken en dan krijg je enkel de munten te zien die je in je bezit hebt. Wat je ook zag net bij die aanschaf, en je duidt aan hoeveel je er wil kopen, ofwel in euro's ofwel in de munt die je wil. En dan koop je het aan die waarde. Bij andere platformen komt hier dan nog een prijs bij te staan voor de transactiekosten. Dat zie je hier niet bij staan. Dat wil niet zeggen dat je geen transactiekosten betaalt. Jammer genoeg betaal je die wel. Maar dat is al in rekening gebracht bij de aankoop. Dus dat bedrag is er eigenlijk al bijgeteld of afgetrokken, afhankelijk van welke kant je het bekijkt. Dus je ziet niet apart hierbij staan om hoeveel transactiekosten het bedraagt. Voor de rest, het kopen, verkopen,
Dat werkt heel makkelijk. Die icoontjes vind ik heel handig. Bij Bitcoinmeester kan je ook staking opzetten. En dat is iets wat ik wel graag opzet. Want ja, als je toch houdt, kan je beter staking opzetten. Zodat je nog wat extra inkomsten kan krijgen. Hier zie je een overzicht van alle munten die je kan staken. En in plaats van het in één keer op te zetten voor alle munten die je in je bezit hebt, kan je het hier per munt apart opzetten. Dus je ziet hier hoeveel er beschikbaar zijn. Dat zijn er natuurlijk alleen degenen die je hebt aangeschaft. Hoeveel daarvan er gestaked zijn. De marktwaarde en het percentage rendement dat je eigenlijk krijgt. En je ziet hier voor Bitcoin is dat 1,5%, bij deze is het 3%, deze heeft 5,5%. De munt die we net hebben aangeschaft, die staat hier ook tussen en die geeft 2% rendement. Dus ja, als ik die toch ga houden, kan ik best die staking ook opzetten. Nu, bij staking moet die 24 uur blijven staan en dan krijg je de volgende dag daarvoor uitbetaald. Ik klik hier op start staking. Je ziet het, je kan ten alle tijde ook stoppen als je ja, zou willen stoppen en het geld wil opnemen of er iets anders van kopen, iets wisselen. Dan kan je ook stoppen met de staken. Hier kan je zeggen hoeveel je er wil. Je kan hier ook klikken voor het volledige aantal. Ik ga toch gewoon houden. Dus ik pak het volledige aantal en ik klik op start staking. Hier staat bij dat het succesvol gelukt is. En dan zie je ook dat dit aantal, dat er geen beschikbare meer zijn, dat ze nu hier komen te staan bij het aantal dat gestaked is. Bij transacties kan je zien wat er allemaal gebeurd is. In deze categorie eigenlijk. Je hebt hier de exchange. En je ziet dat ik van 30 euro 0,73 en zo verder Luna heb aangeschaft op die datum, op dat uur. Dan zie je het aantal eurostortingen, hoeveel geld dat jij op het platform hebt gezet. De uitbetalingen in euro's, de crypto-opnames, de stortingen. Dus als je van een ander platform of van je wallet stort naar Bitcoinmeester. En de partnerlinkbeloningen en de stakes. Dus nu zijn er nog geen stakes, maar vanaf morgen, ik heb net die munt gestaked, zullen hier ook de ontvangsten van de stakes komen te staan. Nu ik de munten gestaked heb, zie je ook dat hier bij portefeuillewaarde 0 euro staat. Lijkt alsof ik niks meer heb, maar dat zijn de munten die nu in staking zitten. Dus je ziet die niet in je overzicht, maar je ziet die hier bij de stakingwaarde staan. Dus geen paniek als je daar ineens 0 euro hebt, als je al je munten gestaked hebt. Je hebt Bitcoin, Ethereum en je hebt die allemaal gestaked. Dan zal je hier 0 zien staan. Maar geen paniek, dan kan je even bij staking gaan kijken hoeveel dat daarvan de waarde is. Ik had ook 10 cent overgeschreven om de rekening te verifiëren. En dat is hier nu ook gelukt. Het geld zullen ze ontvangen hebben. De rekening is nu geverifieerd. Dat heeft ook niet lang geduurd. Dus nu zou ik, als ik hier nog geld op zou hebben staan, wat niet het geval is, want ik heb er munten van gekocht, zou ik dat geld kunnen opnemen en terug de euro's op mijn rekening storten. Als ik hier naar portefeuille ga en ik zou cryptomunten terug verkocht hebben en hier een bedrag voor in de plaats in euro's gekregen hebben, dan kan ik het hier terug opnemen. En hier zie je ook, hier staat dan portefeuillewaarde is 0, dat klopt. Maar de stakingwaarde is hier 29,02 euro. Zo, dat was Bitcoinmeester. Zoals je zag, het werkt allemaal makkelijk en eenvoudig. Zelf zal ik de meeste van de crypto's nog bij Bitfavo kopen. Omwille van dat het ook heel handig werkt en de handelskosten daarvan een heel stukje lager zijn. Aangezien Bitfavo een exchange is. Wel vind ik het handig om daarnaast Bitcoinmeester te gebruiken om enkele munten die ik misschien wel nog wil kopen, die ze bij Bitfavo niet hebben, maar wel bij Bitcoinmeester, dat ik die daar kan aanschaffen. Heb je zelf nog geen account bij Bitcoinmeester, dan kan je die via deze link gaan aanmaken. En kan je ook eens gaan kijken hoe het allemaal werkt. En ja, zoals ik al zei, je kan al van 5 euro een
crypto gaan kopen, dus dan kan je het allemaal eens wat uitproberen. Heel benieuwd of het allemaal duidelijk was. Heb je er nog vragen bij? Laat ze gerust achter in de comments. Vond je dit een leuke video? Mag je altijd een like achterlaten. Wil je meer video's zien rond crypto, beleggen en online ondernemen? Dan mag je ook abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik zelf heel erg tof vinden. Dus alvast bedankt daarvoor. Ik hoop jou weer te zien in de volgende video. Bye!